Zoals je in de vorige vlog hebt kunnen zien, doe ik mee aan het project Vleesverlangen. 2 weken lang doe ik allemaal proefjes, experimentjes, ga ik uitdagingen aan die mijn vleesconsumptie moeten verminderen en me ook bewuster moeten laten nadenken over welk vlees je eet, wat het met je doet en waar het allemaal voor nodig is. De vlogs die ik er elke dag van maak vind je op de site npo3.nl/vleesverlangen, maar ik wil je ook in deze eigen persoonlijke vlog een paar beelden meegeven van bijvoorbeeld die gezellige ochtend bij de slager dat ik op nuchtere maag een varken mocht uitbenen. 8:00 ochtends, een afspraak bij de biologische slagerij. Ik ben bang dat ik iets genoeg waar ik een sterke maag voor nodig heb. Het probleem is wel, ik had zo'n haast vanochtend dat ik nog niet heb ontbeten. Dus geregeld nuchtere maag gaan we de slager binnen. Goedemorgen. Ja. Hi. Michiel. Hallo. Hi. Welkom. Dankjewel. Biologische slagerij. Ja. Je mag ons meehelpen met een varken uitbrengen. Zo. Kun je aan je handen wel wassen? Ja. We zijn hem hebben hoor. En waar zit nou wat? Nou, daar gaan we John voor bij halen. Of is dat al? Ik ben wel benieuwd. Oh, hey, goedemorgen. Hey, John. Michiel. Hoi. Hi. Dit is de binnenkant van de varken. Ja. We hebben hier dus bijvoorbeeld het niertje zitten. Oh ja. Dit is het reuzel. En dan hebben we hier het middenrif zitten. Dus, en nu gaan we uit elkaar snijden. Dit is de bovenbil. Hier zitten schnitzels in. Als je kijkt, zit hier de varkenshaas. Dit stuk is haaskarbonade. Dit stuk is schouderkarbonade. Ja. En dan hebben we hier de buik. Ja. Dan snijden we de spek af. Ja. Ik ga even een zaagje pakken voor je. Goed, ja. Lekker zaag. Nou is de bedoeling dat je dus zo schuin gaat zagen. Over die lijn. Ja. Hou maar. Nou heb je dus hier de carbonade. Ja. Je begint de vorm al te zien. Ja. En hier komt de buik voor de speklap. Ik zal er één voor doen. Ja. Pak een gnes. Met het puntje werken we nu. Trekken we zo langs het bordje. Bordje op. En die kant langs het bordje op. En dan pakken we hem hier. Handjes weg. Ja. Snijden. Pak hem vast. Snijden gewoon zo los. Echt puur met het puntje werk. Dus even kijken hoor. Ja, dolkhouding weer. Dolkhouding aannemen. Dolkhouding. Even kijken hoe je vingers. Ja. Je mes mag je goed vasthouden. Dolkhouding. Juist. Dolkhouding weer graag. Als je nu dus uitschiet, hè, dan zit je in je vingers. Okay. Vingers weg. Zo. Even kijken, oh, vingers weg daar, vingers weg, nee, die vingers weg. Ja. Snelle leerling ben ik, hè? Ja, ja. Komt heel leerzaam. Ja. Dus je gaat nog meer lessen aan Michiel geven. Volgende week.